Nee, nou niet stoer doen voor de vlog. Nee. In de View in Eindhoven. We zijn hier nu, kijk eens, let op, wat zijn we aan het spelen? Ghost Recon. Ghost Recon. Ik hoor hier dat ze gewoon doorrijden, even, maakt allemaal niet uit. Even naar buiten, want dan is het... Oeh, meneer, hebben ze wel jullie dat achter zich aan? Vind je ervan, even in de bioscoop? Dit is best wel tof om het zo te zien, joh. Ja, hè? Vind je ook niet? Ja. Groot scherm, veel publiek. Ja, dat is best wel leuk. Ja, maar de brand 1 vragen we al die kijkers en hun lippen is. Wanneer komt Zoui eigenlijk met zo'n scherm? De bioscoopverscherm-editie. Nou, er zijn wel beamers, zeg maar, die op zo'n scherm staan. Zo'n scherm zelf is natuurlijk... Wist niet dat er een echt verkooppraatje kwam, maar Jij vraagt erom. Ja, ik vraag erom. Maar vind je het vet? Ja, zeker. Heel erg tof. De game ziet er echt mega strak uit. Dat vind ik ook. En dit was nog echt de PlayStation 4 versie. Het viel me echt op. Ik dacht echt dat het PC was, maar nee. Nee. Nou goed, gaan we snel zelf spelen. Ja, zeker. Naar Horizon Zero Dawn. Daar ben je helemaal verslaafd aan. Ja, ik vind het mega tof. Iedereen moet nu spelen. Het is echt mega tof. En wat is er beter aan Horizon dan aan Zelda? Nou ja, het is zeg maar bijna Zelda als Zelda. Maar dan... Beter, that's it. Oké, okay. Alles wat je moet weten. Oké, okay, ik zou zeggen, zoek even de cijfers op Metacritic en dan gaan we het vanzelf zien. Waar overreden. Oké. Hey, zo zie je elkaar nooit, zo zie je elkaar 2 dagen achter elkaar en zo zie je ook 3 dagen. Morgen ook weer, hè? Jezus. Dat is pas nieuws, ja. Bizar. Hartstikke gezellig. Ja, vind jij wel? Sukkel, wil je bier? Wat je kijkt, ja, het grote. Nee, nou niet stoer doen voor de vlog. Nee. Daar gaan we het even filmen, hoor. Daar gaan we het even ik vertellen. Ik had 2 grote. Nee, maar gaan we het even vertellen. Want we hadden net 2 biertjes besteld. Toen kregen we allebei groot. Waar dus half liter. Ik moet nog rijden, dus ik kon het helemaal niet op. Hij is stoer doen, maar hij kan helemaal niet tegen drank. Ze waren 0,66. Nee, 0,5. 0,66 zijn ze. Oh. Het waren geen half liter, ze zijn meer. Dat is echt veel. Heel veel. Dus hij wil nog zo groot. Nog groter. Gaan we bestellen. Ja. Is hij uit? Nog maar klein. Jongens zijn nu aan het vergaderen, dus dinsdagavond. En dinsdagavond is dat de e-sports avond. En de e-sports redactie is weer bijeen voor de items van deze week. Tom, hi. Welke e-sports items moeten we deze week behandelen? We moeten het e-sports nieuws doen. En, ja, onderwerpen, je bent de redactie. Iets met LOL. Nee. Is dat er al niet bij? Nieuw item, competitief mindvegen. Competitief mindvegen. Super awesome, kei origineel. Ik ken nog een guy die goed per chance kan, misschien is hij er ook wel goed in. Per chance, topsport, laatst 100k omgegaan. Goed cash, hoor. Maar ik had Hot Tub Time Machine zitten kijken. Ja, daar kunnen ze echt goede e-sport van maken. Hot Tub Time Machine? Ja, op zich. Of eigenlijk ook in Google en Apple, dan is het klaar. Wat? Vrijdag is er normaal een super mooie dag. Maar hoeveel mooier wordt die dag wanneer je voor je stage naar een fucking het persevenement mag. Ik ben namelijk in niet minder dan de stad van de liefde, Parijs. Oef, ik ben nog nooit in Parijs geweest, behalve 1 keer in Disney, maar dat even terzijde. We zijn hier om een fucking vette game te checken, genaamd Dragon Quest Heroes 2. Dat zegt misschien niet iedereen zoveel, maar mij wel. En ik kan dat wel waarderen. En we hebben net lekker geluncht, ging er goed in. Thanks. Square, dat was echt tof. Appreciate it, man. En we zijn momenteel bezig met de speelsessie van de game. Ik neem even een break op de vlog, want je weet, super hip en zo. Nee, moeten natuurlijk een vlog hebben. Ja, Frankrijk, fucking vet. Baguette. Beste gamersnetters, ik zit nu in een e-sports bar in Zweden en ik denk, ik moet jullie even de burger laten zien. Behalve dat hier Dota en CSGO gespeeld wordt. De burger is echt fantastisch. Het heet trouwens Kappa Bar vandaag. Het Kappa gezicht staat gewoon op de burger. Fantastisch toch? Kappa Bar opgericht in 1337. Jongens, ik heb een iets te grote mond gehad. Namelijk in de video review van Dishonored 2 beloofd dat degene die Shadow Killer Achievement zou halen, dat hij een kratje speciaal bier van mij zou krijgen. En ik dacht, het zou toch niemand lukken. Of degene die het lukt, die vergeet het. Maar... En zo sta je dan op een zonnige zondagmiddag in Ede om bier af te leveren aan iemand die een achievement heeft gehaald. Ik ben bij de gal geweest, maar ze hadden geen
geen kratje speciaal bier. Dus ik heb van die grote flessen gehaald. Hopelijk is dat ook goed genoeg. Maar ik ga dus mijn eigen domheid eventjes onder ogen komen. Ja, en daar staan we dan met de rechtmatige winnaar van de flessen speciaal bier. Hoe de fuck is je dat gelukt? Het duurde wel eventjes. Het is vrij pittig. Je hebt heel veel gebruik maken van sleep darts. En vooral de missie in het Clockwork Mansion is heel moeilijk. Maar het is heel veel geduld en heel veel trial and error. Ja, want je hebt niet alleen Shadow Killer gehaald, maar ook Clean Hands. Wat houdt die precies in? Clean Hands is dat je überhaupt niemand killt. Maar elke missie is heel handig, dus dan kun je aan het eind van elke missie precies zien of je dat gelukt is, ja of nee. Jezus, en hoe lang ben je daar, denk je, ongeveer mee bezig geweest? Ik had het in mijn vrije tijd gedaan, dus ik moest het tussendoor school en zo ook nog doen. Dus ik denk dat het in 2 weken gelukt is. Dat is best wel snel nog. Ja, maar als je de truc is om met Corvo de tijd powers te gebruiken. En dan is het vrij makkelijk. Nou, ik doe het je niet na in ieder geval. Ja, dankjewel dat je mij even met mijn neus op de feiten hebt gedrukt. En dat ik nooit meer weddenschappen moet aangaan in video reviews. Graag gedaan.